Om 6 uur begint het. Dan ontvangen wij de gasten. De bedoeling is dat ze vanuit de poort naar de bar toegeleid worden. Want daar kunnen ze dan een hapje en een drankje gaan halen. Dan gaan we met z'n allen weer naar het grasveld. Daar komt een rode loper te liggen voor de beamer. En daar achter de rode loper komen de stoelen te staan. Dan wordt er een welkomstwoord gegeven door Munira, Hiske en mij. En ook een bedankje, vooral voor Munira, die mij heeft geholpen de afgelopen tijd. Om 7 uur begint de film. Ja. Om 7:15 is de making-of. Ze hebben dus ook een making-of gemaakt. Dus dat wordt ook nog afgespeeld op de beamer. Daarna is de bedoeling ook dat we een rondleiding krijgen. Alle scènes worden weer neergezet, zoals ze stonden in de film. Kijk, om 8:00... Huh? Inclusief de gevangenis? Ja, ook. Oh, echt? Heb je gekeken nog eens? Ja, maar hij komt op een andere plek te staan. Okay. Hij komt niet boven te staan. Nee, maar er komt een gevangenis. Twee mensen. Yes. Nee, maar er komt een blij gevangenis. Blij dat men die schroef weer heeft gezet. Ja. In mijn naam. Ja. Om 8:00 start de afterparty. Dan draait Andrea en Jens. En om 9:00 is de filmavond afgelopen. Ik heb ook een to-do-listje gedaan wat er nog allemaal gedaan moet worden. Deel, ik heb jou op het gasmaaien gezet. Ja, ik ga hem maken, laat het over. Maar de helft is al gemaaid, hoorde ik. Ja, ik doe het maaien wel, komt goed. Oké. Okay. De opbouw van de bios, hij komt ongeveer rond 4:30, 5:00. Ik heb daar Ramsey, die regelt dat, die helpt ons ook. Ik heb Jens daar opgezet en Jessie. Om het op te bouwen. Yes! De ingang van het gasveld. De bedoeling is dat er 2 planken worden weggehaald. Zodat de mensen niet eroverheen hoeven te stappen. Maar gewoon door kunnen lopen. Dus er moeten 2 planken losgemaakt worden. Zodat we een ingang hebben. Ja. Een bordje maken. Ik leg de rode loper neer en de paaltjes. De confetti meiden heb ik Andrea en Frenny. Als de film start, dan staan jullie ernaast, dus naast de beamers. En dan doen jullie al confetti Wie ruimt de film. Jij. Wij ruimen dat ook weer op. Komt goed, Adriaan. Opbouw en afbouw van de popcorn. De popcorn komt ook op het gasveld te staan, op een tafel met een kleedje. Daar heb ik Merel op gezet, maar Merel is er nog niet, dus ik loop zo wel even persoonlijk naar haar toe. Opbouw en afbouw snack heb ik Brandon en Milène opstaan. Ik zag dat wij wel aardappels binnen hebben gekregen. Dus morgen moet patat voorgebakken worden. Wil je dat wel verkopen? Hm? Wil je dat wel verkopen? Ja. Vorige keer liep het niet zo heel Ja, anders hard. Is het... Ja, en we beginnen nu ook om 6:00. Okay. Dus misschien moeten we dan niet alles doen, maar wel iets. Ja, dat is mensen wel. Ja. Is goed. Ja? En waar komt die popcorntafel? De popcorntafel komt in een hoekje. Waarschijnlijk het hoekje hier. Ja, op eens op. In het begin. Ja, gaan we zelf wat te staan met alle 12 dozen. Gaan we zelf popcorn maken? We hebben gewoon zakken besteld. Toch is? Ja, ik bij de zakken. Ze zitten in zakken, toch, de popcorn? Ja, het zit in zakken. En eigenlijk is de bedoeling dat we bakjes of puntzakken doen. Maar de Merel weet daarvan. Ik heb het samen. Maar zijn die bakken ook besteld? Ja, alles is er. Dus okay. Merel weet. Is het eventueel handig om die popcorn wel ook gewoon daar te verkopen? Want uiteindelijk ga je met die hele bubs mensen die kant op, die nemen plaats. Mm-hmm. En dan moet niet daar nog een nieuw verkoopmoment starten, waardoor je een vertraagd proces krijgt om mensen over die rode loper heen te sturen. Dus eigenlijk moet je... Dus ga niet de rode loper over, hè? Nee. Je kan hem ook hier overwegen zetten, ergens. Nee, maar als er 200 mensen echt popcorn zouden willen gaan kopen, en dat gebeurt dan als mensen naar het veld lopen, bedoelt Jens, dan duurt het een kwartier voordat iedereen popcorn heeft. Ja, en dan het kan ook zo zijn, ja, oké, dan daar, ik zou een daar tafel doen. Maken we daar. Bij de snack in de buurt en dan verkopen we daar ook popcorn. En moeten ze ook dus wisselen met munten? Niet op het gasveld, maar bij de fundering. Betalen ze met munten? Hè? Betalen ze met munten? De bedoeling is wel dat we met munten gaan werken. Ja. Ja. De scènes neerzetten en herbouwen heb ik Hiske, Adriaan, Jordi en mezelf opgezet. Wat ben ik? Scènes herbouwen. Helpen met uitladen van de stoelen. Hij komt waarschijnlijk vandaag. Hij heeft tegen mij gezegd voor 12:00. Dus de mensen die ik net opnoemde, of jullie willen helpen met stoelen uitladen. En dan, waar kunnen we ze het beste neerzetten?
verlopen. Ik denk dat, dat het gewoon tegen water kan. Maar dan moeten we even overleggen met ze. Ja. Dan zou ik ze gewoon, waar nu de kruiwagen staat, dat ze daar eerst voorlopig even neerzetten. En op het moment, wat ik volgens mij is de afspraak, dat we ze niet op het gras zal kunnen zetten. En dat gewoon moment... zondagochtend of zondagavond weer eraf. Dat is ook prima. Ja. Ja. En het kan sowieso nog niet op het gras, want we hebben natuurlijk campinggasten. Ja. Maar als het buiten kan blijven, dan verwacht ik ook dat het op zo'n karretje komt. Ja. En dan kan je het karretje gewoon ergens daar bij de poort neerzetten. Ja. Oké. Okay. Het terrein moet ook opgeruimd worden. Dat zou ik morgen doen. Wie wilt dat gaan doen? Dan kan ik... wie wilt het terrein opruimen morgen? Ja, kom goed. Brand. Kunnen we niet gewoon even met z'n allen even een half uurtje over het terrein lopen morgen? Welk gedeelte wil je... Ook een idee. Sowieso een goed idee, toch? Even een beetje terrein bijhouden. Na de vergadering. Oh, en nee, hier rondom de ding. Ze willen dat morgen dan om 1 uur doen? Trek me aan de bel. Oké. Okay. Nogmaals, de binnenkomst. De mensen worden... Bij de fundering worden ze opgewacht. Daar kunnen ze snackjes, hapjes gaan halen. Hele soort vlees. Kijk, de speech wat ik net al zei, wordt gedaan door His, Munira en mij. Start van de film. Bij mij ook. Ja, eigenlijk alles wat ik hier net opnoemde, dat... En de taakverdeling, show? Die heb ik ook. En even voor de duidelijkheid, vooral genieten 1 september van alles. Want misschien zijn we dan nog wel voor het laatst met z'n 5. You never know! Doe me denken aan die zin, het is ook jouw toch? Ik heb ook hier even een platte grond gemaakt. Oh. Dus het is niet super duidelijk, maar... kijken. De beamer komt aan mijn kant te staan, dus de rug van de of de achterkant van de beamer komt naar de bomen toe. Dus zo. Dus we kijken eigenlijk zo naar de film. De stoelen worden ook in de breedte neergezet. En dan tussen de beamer en de stoelen komt een rode loper. Dus dat zie je dan hier. Ah. En even kijken. De afgelopen keer dat wij een feestje hadden, zo wordt het daar ook neergezet. Dus dat is eigenlijk simpel. Oh, het feestje is gewoon daar dan weer? Het feestje is daar. De afterparty is daar en de mensen worden daar ook opgewacht. Ontvangen. Kijk, ik heb dan de taken voor de to-do list. Snack, Brandon, Dylan en Milene. Bar, Frenny, Adriaan en Jens. Polly, Alexandra en Jordi. Ik weet niet of het gaat. Weet ik niet of het gaat. Als het gaat. Het gaat niet meer. Ik zou er niet meer uitgaan. Nee. Alleen maar iemand anders zien. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan Jordi en Jessie. Op de pollies. Op de polly. Onhandig. Hoezo? Munten. Sowieso sta ik liever bij de munten. En ik ga best wel vaak op de foto. Ja. En dan schiet het niet op als ik elke keer een bezoeker of een andere inwoner moet bezoeken om een foto van mij te maken. Oké, okay, ja. Dan heel even voorlopig alleen Jordi, want de rest... of ik ben Gerrit, wel Polly dame. Ik heb Gerrit hey. Eigenlijk op een normale camera gezet. Misschien ook wel leuk om gewoon... Maar Gerrit heeft net gezegd dat hij niet wil werken. Oké. Maar hij is een afterparty, toch? Anders zou ik het jammer vinden. Ja? Ja. Oké, okay, nou ja, Jordi en Hiske, Polly. Geen normale camera dan. Nou ja, de DJ's Andrea en Jens. Merel, je bent er nu. Ik heb jou op de popcorn gezet. Maar gaan we geen merchandise verkopen dan die dag? Dan sta ik waarschijnlijk niet. Maar dat is toch zonde, want we hebben nog hartstikke veel kleding. Ik zou het wel lijkt me dat we dat er gewoon bij zetten, toch? Ja. En er komt 200 man zo. En kistjes. Ja. En dan wil ik eigenlijk wel heel graag op de merchandise staan. Maar hoe kan het dat we met een markt, met 900.000 mensen, geen mensen tekortkomen, met een paar vrijwilligers erbij? En voor 200 mensen kunnen we toch haast niemand tekortkomen? Heeft iedereen een taak? Iedereen heeft een taak, ja. Maar dan ga jij, Jessie, op de munten. Hadden mensen genoeg vrij, hè? Maar er staan 3 mensen op de snacks en er staan 3 mensen op de bar. Dan kan sowieso 1 iemand van 1 van de stations of van beide stations ergens anders heen. Als dat nodig is. Ja, maar ik kan die runners hoeven niet per se te staan. Ja, die runners zijn er. Er zijn geen runners. Want Jessie staat op de munten en Merel staat dan... Of als we merchandise willen doen, dan staat Merel daarachter. Kan de popcorn niet bij de merchandise? Nee, kan de popcorn niet bij de bar? Of bij de... Nou, bij de snacks zou ik ze eerder doen dan. Ja. Ook goed. Okay. Maar dan is het wel handig om daar 3 mensen op te hebben. Ja. Shell, gaan verder. Ik 3 man zetten. Lekker popcorn. Nou, ik zou popcorn bij de bar verkopen, Shell. Want ik denk dat mensen, als ze een drankje halen, haal je daar popcorn bij. Ah. Zet je mij toch bij de popcorn? Jammer, een snackje is echt voor het eten. Dus dan zou ik maar dan dat moet lekker bij de bar. Als de muur zijn, kom ik wel bij jou. Natuurlijk komt er. Lex. Oké. Okay. Ja, dat lijkt me wel. Lex, als ik jou eens niet bij de popcorn ga staan. Nee. Oh, nee. Oh, ja, oké. Okay. Nee, ik sta wel bij mijn Merel.
Zal ik dan de snacks, de popcorn bij de snacks? Nee, bij de bar. Bij de bar. Ja. Oké, maar dan is het wel handig dat daar gewoon drie mensen staan. Ja. Ja. Maar bij snacks, dan blijft het wel gewoon Frenny, Adriaan en Jens. Dat Fren, ja? Wil jij dan popcorn verkopen? Ja. Ja? Even een bordje maken misschien. Popcorn meisje. Hoofdpopper. Poppers? Dat is Jordi. Moet Jordi doen. Jordi is hoofdpopper. Ja. Wil jij dan bij Merel bij de merchandise staan? Maar Lex gaat bij de merchandise. Lex. Sta jij bij de merchandise? Ja. Ook, want Lex ja, kan ook geen foto's maken. Dat is handig. Ja, dat ga ik niet meer zien. Nee, ik zei ook geen foto's. Ik zei merchandise. Ja. Nee, maar als je hun hebben merchandise hebt, is het volgende. Dat is ik, werd weer, ik zat weer in mijn eigen fantasie. Lekker. Denk ik. Ja, super. Kom maar via stilte opnames. Oh, maar komt het pijn. Ja, als je gaat opvullen, dan moet zij doen. Oh, bij gimmers dan... Nee, het komt door het hout. Oké, wil je even wat vasthouden? Toch nog thuis uitleggen. Oké, even weer voor de duidelijkheid. Snacks, dus Brandon, Dylan, Milene. Ja. Bar en / popcorn verkopen. Frenny, Adriaan en Jens. Polly, Jordi. De DJ's Andrea en Jens. En dan de munten bij Jessie. En merchandise? Merchandise, Merel en Lex. Je hebt geen plek. Maar je kent toch wel wat weer doen dan? Mariska heeft geen plek. Mariska, oh Mariska, Rettel, even te kijken. Weinig, te veel. Maar Mariska kan erbij Maris, op de polies, toch? Wil jij polies maken? Maar waarom niet? Omdat ik thuis maak ook geen foto's. Ik haat foto's maken. Maar we maken het uit. Ja? Ik vind het niet chill. Maar jij hebt niemand het chill. Maar jij hoeft zelf niet op de foto. Hè? Nee, maar ik maak ze ook niet. Ik hou niet van foto's maken. Ja. Ja. En dan zet je mij toch op de polly. Gooi je bij de snacks. Ja. Nou, Mariska bij de snacks en Dylan op de polly. Ik wil het niet. Snacks, oké dan? Ja, prima. Of de bar, helemaal prima. Maar bij de is prima. Ja, prima. Alles wel. Ja, ik hou er gewoon niet van. Maar Hiske staat ook op de polly's, toch? Zes afgelopen zaterdag. Jezus. Ja. Hoezo, dat ging hartstikke goed. Nee, ik ging helemaal kut, man. Kikkervies. Hoezo? André ook keer. Wij zijn winnaars. Nou, je liep niet mee. Ja? Ja. Omdat de 20 minuten... Hey, Marisha staat dan bij de snacks en Dylan staat dan bij de polly. Ja? Nou, je moet niet zeggen dat het hartstikke kut ging. Ik vond het graag geen flikker dan. Maar heeft iedereen nu ook een taak? Shelly, wat is jouw taak naar de afterparty? Make it off. En wat is dat, dat allemaal doorgekrast? Scènes naspelen. Dat was de bedoeling, maar dat gaat niet meer... Omdat de making of hebben ze gefilmd. Dus dat komt na de film komt dat ook te zien. Ja. Maar Michel, wat is jouw rol naar de wat is jouw rol naar de film? Dus tijdens de afterparty? Ja, dat gewoon helpen waar nodig is, gewoon ja, runner. Met alles. Want Hiske en ik zijn runners. Hiske staat op de polies. Nee, Hiske staat niet meer op de polies. Dat is Dylan nu. Maar je zei net toch tegen Hiske dat er geen runners meer waren. Ja, alleen wij twee zijn runners. En maar dat komt meer omdat wij ook speeches moeten houden en die supplementen. Je staat dan niet meer op de snacks. Maar Jess gaat vaak op de foto. Niet veel te doen. Ja, maar is het duidelijk wat er gedaan moet worden? Of moet ik het misschien nog moet je hem even nog een keertje doen. Maar ik sta dus in mijn eentje bij de munten. Maar moet ik kassa's maken? Daar heb ik over de opbouw niks over gehoord. Nou, stel, met Milene lukt makkelijk om snacks en frieten. Gooi Mariska dan bij de munten met Jess. Zijn we er ook? Ja, maar ik moet er ook op. Er zijn echt twee mensen achter. Druk, doe maar. Polyboys. Zij weten goed het evenement eruit. Dan ben je er ook gemakkelijk vanaf. Ja. Maar dan is er één persoon die dan de polies gaat maken. Lijkt mij niet handig. Zo. Nee, ik kom op mijn lip. Ik wil bij de munten. Ja. Dus, jeetje. Dan gaan we eerst bij de munten. Dan kun je eventueel bij de polies. Dus ik ben even wat anders moeten gaan doen. Doen we dat. Vorig jaar stond ook... Bij die snacks met een man staan is toch niet zo bij de munten. Oké, dus Mariska en Jessie dan bij de munten. En dan Dylan wel bij de snacks. En dan Hiske polies. Nee, ik ga polies. Gaan we z'n tweeën bij de snacks. Ja, Hiske helpt hem bij de polies. En Milene. Twee personen bij de snacks is prima zat. Brandon, Milene gaan snacks. Mariska gaat bij de munten samen met Jessie. Ik en Jordi gaan polies. Gewoon kiesjes verkopen. Hiske schiet bij waar nodig. Ja. Oh, Milene! Maar die moet je wel maken. Wat ga je doen? IJzer stellen ook. Ik vind het allemaal mooi. Mariska dan bij de munten met Jessie? Ja, helemaal prima. Ja, zoals Markt 1. In mijn eentjes geen doen, joh. Top duo. Oké, ik ga nog één keer... Huh? Wil je nog één keer horen? Ja, doe maar. Ik wil nog één vraagje. Hoeveel rondleidingen worden er gegeven? Wie geeft de rondleiding? Gerrit. Ja, die is er niet. Ja, die is er niet. Nee, die wordt gegeven door Munira. Is Munira gaat de rondleiding geven. Ja, en dan Hiske en ik lopen mee met de rondleiding. Wordt een rondleiding maar is het een betaalde rondleiding? Ah, langs de scène. Ja, 100 euro. Niet? Leuk. Oké. Okay. Maar kunnen we daar niet beter wel een muntje voor vragen? Want daar verdienen we altijd best wel lekker op.
Ja, vind ik. Maar, maar het is niet echt een rondleiding. Het is meer gewoon dat ze de scènes zien. Ik heb wel liever dat we winstmaximalisatie gaan doen. Ja, maar dat kan toch niet. Met... En een making-of is toch geen vervanging van het naspelen van een toneel? Hè, maar de making-of is maar nu kost de rondleiding geen geld. Hoe de film is gemaakt. Dus dat wordt ook op het doek ook gezien na de film. Maar meer als je de scènes toch gaat opbouwen ook, dan kan je ze net zo goed daar ook spelen, toch? Ja, maar nee, maar dat gaan we niet doen. Shell, mag ik iets voorstellen? Kan het dan niet gewoon dat jij of Hiske de rondleiding geeft en dat Munira uitleg geeft over de scènes die jullie hebben gespeeld? Maar dat is dan met de rondleiding, want de scènes worden weer neergezet. En Munira die gaat er dan tekst en uitleg bij geven van wat we op dat moment moeilijk vonden en wat beter kon. En... Ja, maar mensen willen ook, die komen ook voor het eerst hier naar het Utopia-terrein. Ja. Dus die willen het terrein graag zien. Dat willen ze horen van een Utopiaan, dus in dit geval jij of His. En het lijkt mij dat we daar gewoon een muntje voor vragen, want we hebben geld nodig. Ja. Dus dan zou ik dat niet kosteloos doen. Maar hoe zie je dat geld dan weer als de mensen... Een hele vreemde uitspraak. Nou ja, zo is het toch. Het is alleen een beetje de vraag, wat heb je beloofd? Kijk, heb je bij je kaartverkoop al aangegeven, joh, er is een rondleiding waarbij de scènes worden uitgelegd? Dan kan je het eigenlijk niet... Ben je gewoon aan het praten? Nee, ik herhaalde even iets in mezelf. Zie die eentjes. Zijn wel heb je het bij je kaartverkoop al aangegeven, kan je het eigenlijk niet echt meer maken om een muntje erbij voor te gaan rekenen. Maar als het er niet bij staat, dan kan je prima een rondleiding geven voor een muntje. Maar staat het nu bij de kaartverkoop, inclusief rondleiding? Nou ja, de rondleiding was in mijn gedachten gewoon de scènes laten zien en daar tekst en uitleg over geven. En niet een rondleiding over het terrein, nee. Ja, maar je, snap je dat er wel gewoon dan nieuwe mensen hier komen die dan het terrein ook willen laten zien? Dus daar kan je dan wel een combi van maken. En dan die scènes uitleggen is hartstikke leuk, maar ja, ik zou daar wel een muntje voor vragen. Ik ook. Ja, met scènes uitleggen hoort wel echt bij de filmavond. Daar betalen mensen in principe een toegangskaartje voor. Er wordt een eendbevruchtkaartje voor. Maar... En je moet erover nadenken, we zetten anders altijd het terrein op dat mensen aan die kant blijven. Maar nu gaan ze zich verspreiden over het terrein, tenzij we dit ook weer helemaal afzetten. Maar je moet je voor kunnen stellen, de filmavond, de film is daar, het feest is daar. Dus je loopt al op dit stuk. Ja, maar het stuk waar we wonen is daar. En dat vinden mensen juist superleuk om daar de verhalen bij te horen. Oké, dus, maar dan moet je dat dus wel gaan afzetten. Ja? Ja, ik denk dat er zoveel onduidelijkheid is over de invulling van de filmavond. Dat er mensen denken dat er wel een rondleiding is en mensen denken dat er geen rondleiding is. Maar ik heb heel duidelijk aangegeven dat er geen rondleiding is. Maar je weet niet onder welke voorwaarden mensen nu een kaartje hebben gekocht. Dus ik denk niet dat je nu nog op basis van deze onduidelijkheid mensen geld kan vragen voor een rondleiding. Dat je maar gewoon inclusief moet laten. Dat ben ik niet eens. Oké. Ja? Nee, stel dat ze allebei... Nou ja, ik vind dat wel een gek voor woorden. Dat is toch €200? Wat nee, maar weet je, uitleg van de scènes hoort wel bij de film. Hè? Ja, ik heb het gewoon over een pure rondleiding eigenlijk. Ja, maar blijkbaar wordt er geen rondleiding gegeven, toch? Of begrijp ik het nou verkeerd? Nee, er wordt geen rondleiding gegeven. Ja, oké. Okay. Oh, misschien moeten we dat alsnog. Dat heb ik ook gezegd. Maar de scènes worden niet nagespeeld, maar worden wel weer opgebouwd. Die worden opgebouwd en daar wordt dan tekst en uitleg gegeven door Munira. En dan bij elke scène... of. Komt er, laat maar zeggen, wat beter kon of waar je struggles had of wat juist goed ging. Dat vertelt Munira er dan bij. En Is en ik lopen dan mee met Munira, omdat zij het dan vertelt met de mensen. Maar waar ga je die scènes opbouwen? Waar is Hiske? Nou ja, bepaalde scènes, zoals de thuisscène gewoon in de silo. Ja, wil je daar 200 man gaan neerzetten? Hè? Wil je daar 200 man gaan neerzetten? 200 man het wil zien... Dan kan je toch geen 200 man kwijt. Hoe denk jij erover is? En 200 man in een tattooshop gaat ook zeker niet gebeuren. Ah, jawel. Nee, niet 200. Dat niet even apart bespreken? Nee. Deel. Tattooshop was. Wil je alles buiten groter dan dat je denkt. Je kan gewoon langs de tattooshop lopen en dan kunnen mensen even naar binnen kijken. En dan kunnen ze dat thuis zien en daar kan je een praatje houden. Voor de rest is het hier, is het bij de bar. Nou, de bar wordt al gebruikt. Dus daar kan je dan langs lopen. Dat is niet zo'n groot probleem. En de gevangenis die zouden we ook ergens hier buiten als een gevangenis sowieso buiten. Als een soort set neerzetten. Nou, volgens mij zijn dat. En dan heb je nog een huiskamer idee. En die zou ik. Mensen zouden even voor een de silo in komen. Maar je kan als je alle 200 mensen wil begeleiden bij zo'n rondleiding, dat gaat niet werken. Nee. Is er nu wel een rondleiding? Jens, wat doe je nou flauw? Er is toch heel duidelijk gezegd dat er... is gewoon ontzettende onduidelijkheid over wat precies de bedoeling is. Ja, maar ik zeg dat er geen rondleiding is. Ja, maar we gaan wel alle verschillende punten langs en we gaan wel één voor één naar binnen of niet? Ja, dat is een soort van rondleiding, maar niet een rondleiding over het terrein. Maar een rondleiding waar de scènes hebben gestaan. Weet je wat ik lekker zou doen? Ik zou lekker de scènes naspelen op het gras, terwijl mensen gewoon nog lekker op hun stoeltje zitten.
Ja, dat lijkt me dan ook speel, zo, maar... Dan doe je even kort wat uitleg over alle scènes. Dan ben je 10 minuten verder en daarna geef je de mensen de mogelijkheid om die kant op te gaan. Ja, maar en je wat geeft heeft mensen de making of dan nog voor nut? Als je die ook te zien krijgt, hoe het wordt gespeeld doet, en hoe het is gedaan. Of je doet de making of daarna een soort van meet and greet met alle acteurs en bijrollen die erin hebben gezeten. Ja. Je kan die scènes toch ook allemaal daarop bouwen? Doe lekker daar is het eindfeest ook. Daar leg even wat uit samen met Monera over het maken. Over tegen welke problemen je bent aangelopen. Dan kan het deel wat geen rondleiding extra wil, kan die kant op gaan. En de rest betaalt een muntje voor een rondleiding. En die eindigen ook gewoon lekker op het feestterrein. Dan ben je er toch? Moet alleen wel eerder de muziek starten. Want het kan inderdaad zo zijn. Sommigen iets hebben van ja, maar ik heb helemaal geen zin om nu mee te lopen. Ik wil lekker een drankje doen en geniet van... Maar dat moeten ze zelf dan weten. Als ze niet mee willen, dan dansen ze ook niet. Dus na de making-of speel je gewoon daar bij het gras ergens speel je gewoon die scènes af. Ja, wat voor... Leg Monira uit hoe dat zit. Nou, dan ben je daarom... Nogmaals, ik ga niet de scènes weer naspelen. Met advies toch en zo? En jongens, echt gaat het. Oh ja, je bedoelt ja, oké. Okay, ja. Ja. Maar niet dat geen scènes meespelen. Ik ga dat, nee, dat kan gaan niet. We niet. Er zit geen geluid bij. Kan geen 200 man kunnen dat toch horen? Dat is toch leuk. Maar dat was toch de bedoeling met. Dat was al lang niet meer de bedoeling. Nee, dat was zeg maar na de scène toelopen en dan uitleggen van joh, die hebben dit gefilmd, zo is het ook gegaan. Ja, maar dat bedoel ik ook. Ik dacht dat je bedoel van je gaat helemaal opnieuw naspelen. Gaat helemaal nergens. Nee, gewoon met adviezen tegen welke problemen ben je aangelopen en zo. Dat was toch het idee? Oh. Ik weet het niet. Ik laat me verrassen. Goed, we hebben een taakverdeling. Top. Dit is het gewoon. Shell, jij bepaalt het. Mensen lopen weg. Prima, ja, maar je moet ook dat de mondrol optrekken. Nee, maar klaar. Ja, bepaal zoals je het wil. Als het maar voor mij is, het is ja, nou het ook duidelijk wat er gewoon gedaan moet worden. Het is gewoon een hele hoop onduidelijk. Maar dat is toch kleuterig voor mij wel duidelijk, maar nu ja, nee, wordt het tegen elkaar. Ja, maar wordt door de eigen visie erop. En dat wordt dan ingelegd in plaats van... Wel, het is super duidelijk. En het staat daar gewoon op het bord. Maar wel mooi. Schrijf kan je daar kijken. We zijn tot deze conclusie. Maar jij niet gruilig, dit kippen. Loopt er ook nooit iemand weg. Nee. Jullie slapen omdat er namelijk door. Weinig ruimte ja, is voor... Ik hoor ze wel, maar... Dat het gewoon een kloppend verhaal is. Het is nog even de tijdelijke realiteit waar we mee te maken hebben. Ja, dat is wel waar, maar... Gaf over de sportschool liep er ook niet ik word er af en toe best wel een beetje... Je zelf het hef in eigen handen neemt en je vertelt een compleet verhaal. Nou, ik zou elkaar, dan ga ik even plassen. Maar dan is het juist belangrijk dat mensen blijven staan. Van, joh, oké, dit zijn de knelpunten. Jij blijft nu ook staan. Ik blijf staan, meer blijft staan, want het is nu die knelpunten niet vooruit. Want het is zonde. Anders gaan we even zitten. Oh, echt? Ja, maar het is toch duidelijk. Dit is het. Dit is het programma. Zo, hoe duur is een kaartje? Volgens mij is het fucking onduidelijk. 7,50. Ik denk dat het handig is als we misschien nog even met Jessica gaan zitten. En dan even opnieuw... Dat alles even voor iedereen ook... Weet je, want nu is het ook hele chaos wat de taken zijn. Dat nu allemaal gewoon op een rijtje staat. Ging het prima? Ik weet niet... Ja, maar het wordt gewoon moeilijk gedaan. Of mensen willen gewoon het niet begrijpen. Wat zeg je? Ging het prima? Nou ja, ik merk gewoon dat van elke kant worden er vragen afgevuurd wat eigenlijk niet nodig is. Nee. Oh, nou, ik vind het best wel schappelijke vragen. En je moet er vanuit gaan. Die vragen worden alleen maar gesteld op het moment dat de vraag bij voorbaat nog niet beantwoord is. Hè? Het is gewoon niet helemaal een compleet verhaal. Ja, in grote lijnen snappen we dat we film gaan zien. Er wordt alleen maar gestruikeld over de rondleiding. De rondleiding wordt elke keer maar naar voren daar wordt nu alleen over gestruikeld. Nee, maar kijk, ja, maar ik denk dat mensen ook nog niet helemaal snappen wat nou de bedoeling is van het rondje lopen en de scènes. En we lopen net tegen het probleem aan. Scènes... We hebben een huiskamer waar geen 200 mensen in kunnen. Een tattoo shop waar niemand in kan. Wat is ja, maar, het afklare wat ze, probleem? Maar heb je gehoord net wat Hiske zei, of niet? Ja, maar die oplossing bedenk je hier pas. En daarmee... Nee. Bij de apotheek, dus in de caravan, de eerste scène, daar kunnen mensen gewoon naar binnen kijken. Ze hoeven niet de caravan in. Maar dan kunnen ze helemaal niet horen wat Monera zegt. Ja, maar dat zijn wel allemaal problemen waar je nu ineens tegenaan loopt, toch? Dat is toch geen probleem? Het is toch opgelost? De mensen kunnen naar binnen kijken. Maar dat is een gedeelte van de making-of. Maar waardoor je zegt making-of, maar er wordt ook rondleiding gezegd. Maar daar komt ook een hele vraagteken making bij. Making-of is je... gewoon een film. Er wordt gewoon op Monera heeft een film gemaakt. Dus als je de film ziet, daarna komt er een ander filmpje waar verteld wordt over waar jullie aan het oefenen zijn. Waar wat toen met die GoPro gefilmd is. Daar is een stuk van gemaakt. Dat ga je bekijken. En als dat klaar is, dan is er een mogelijkheid. Dus, en daar was dus dan nu een discussie over. Wordt er een rondleiding gegeven waar we een muntje voor gaan betalen? Of kost het geen geld? En dan loop je gewoon langs de caravan. Loop je langs dat bankje daar. Loop je, maar wordt daar dan nog wat gespeeld? Nee, daar wordt niks iets meer van gespeeld. Uitleg gegeven? Nee, er wordt dat alleen zeg even ik net. Monera geeft tekst en uitleg wat beter kon en wat niet beter kon. Ja, dat zeg ik net. Wordt er uitleg gegeven? Ja, maar dat zei ik net. Dus als je luistert... Ja, maar hoor moet je nagaan dat? Hoe de... Nee, Shell. Er is wel een hele hoop onduidelijkheid, hè? Nou, maar ik heb dit net gezegd.
Maar ik zeg net tegen jou, wordt er uitleg gegeven? Zeg nee. Nou, je wordt geen scène gespeeld. Dat heb ik toch gezegd net. Oké, ik ga hem hier nu ook niet meer mee. Ik probeer niet moeilijk te doen, maar ik vind het gewoon allemaal wel een onduidelijk verhaal. En ja, dan komt er iemand heel terecht, komt er op het punt. Mensen komen misschien voor het eerst, die willen het terrein zien. Hoe gaan we dat oplossen? Het is een filmavond en ik heb besloten dat er geen rondleiding wordt gegeven. Dus als mensen hier voor het eerst komen, dan vind jij dat ze de trein niet mogen zien? Nou ja, als iemand er... Is dat heel duidelijk ook in de kaartverkoop gecommuniceerd? Er is niet gezet dat er een rondleiding is over het terrein heen om het terrein te zien. Nee, maar je moet ervan uitgaan dat als je naar het terrein komt, dat je de kans krijgt om het terrein te zien. Ja, maar maatschappelijk uitgangspunt. Ja. En dan vind ik anders dat je wel bij de kaartverkoper bij het moet zetten. Mocht je nou voor het eerst komen en je ziet dit als de uitgelezen kans om deze kant op te komen wat het programma stopt. En op basis van die informatie komen heel veel mensen zondag. Geef niet, want het is leuk dat er veel mensen zijn. Maar dan moeten ze wel van tevoren weten dat er geen optie is om een rondleiding te krijgen. Oké, maar nogmaals. Het feest van afgelopen keer, ja. Was daar een rondleiding? Ja. Was daar wel een? Om 8:30 hebben alle bezoekers de gelegenheid gehad om een rondje te maken over het terrein. Oké, ik dacht... Ik vind niet dat je dat mensen kan ontnemen. Want nee. Ik weet namelijk echt 100% zeker dat een groot deel van de kaarten die je hebt verkocht is ook omdat het programma stopt. En mensen dan denken, nou weet je wat, dan gaan we voor die ene keer nog een keer naar het terrein toe en dan gaan we ook daarbij de film kijken. Mooie bijkomstigheid. Dan moet je gaan kijken hoe je dat kan gaan... Maar de making-of, duurt dat echt 3 kwartier? De making-of is gewoon na de film komt er nog een... making of. Dus dan wordt er gezegd van hoe het is gemaakt, hoe het in elkaar is gemonteerd. Gewoon beelden van ons allemaal. En dan komt er ook nog de ik noem het even rondleiding van de scènes. Dus waar de scènes zichzelf hebben afgespeeld. Okay. Maar dan gaat 200 man lopen met Monira mee of blijft gewoon zitten? Nee, die lopen mee. Oké. Okay. Ja, dan zou ik inderdaad wel gewoon een rondleiding meepakken. Ja, of... Ja, in het allerslechtste geval zeg je gewoon voor de mensen die wel een rondleiding willen dat het om 8:00 kan. Ja. Dan zijn ze maar bij een deel van het feest niet. En dat zorgt er wel weer voor dat je een stukje omzetderving, maar... Maar zorg in ieder geval dat je de optie aanbiedt. Mensen zouden echt... Ik denk dat de mensen pissed off gaan zijn als ze hier voor de eerste keer naartoe komen en jij zegt, ja sorry, maar er is geen rondleiding. Ik denk dat ze pissed off zijn. Ik kan me zelfs nog herinneren dat ik afgelopen zaterdag op het feestje tegen een vrouw met COPD heb gezegd. Het is nu heel erg druk, maar als je naar de filmavond bijvoorbeeld komt, dan krijg je een rondleiding. Ja, maar waarom kom je ja, er Ja, oké, maar dat is een persoonlijk aspect. Nou, omdat ik er eerlijk gezegd vanuit ben gegaan dat we gewoon bij elk evenement de bezoeker een kans geven om ook het terrein te zien waar ze naartoe komen. Ja, daar ga je vanuit. Maar ja, anders geef ik er een privé rondleiding. Maar... Ik denk dat het wel zo chic is om de bezoekers die een kaartje kopen om naar het terrein te komen. Want laten we er eventjes heel eerlijk over zijn. Ze komen echt niet alleen voor de film. Ze willen ook gewoon het terrein zien. Ze willen lekker met ons praten. Het is de hele beleving. En als je daar 1/3 uit gaat trekken, dan vinden mensen het niet leuk. Dan is ze iets ontnomen. Had ik ook zelf gehad hoor. Weet je hoe lang dat filmpje van de making-of trouwens duurt? Nee, het is niet gezegd hoe lang dat zou kunnen duren. Maar ik zit er wel te denken van ja... Gaan we er geld voor vragen? Dat is het meer. Ja, ik zou het niet doen, man. Nou, ik zit nu ook te denken. Kijk, stel we doen de... Ja, mensen kunnen de scènes zien of zo. Dan lopen jij en Hiske lopen mee met Monira. Dan is het daar of super rustig of mensen gaan niet mee. Maar dan hebben we daar echt heel veel mensen staan die dan inwoners die niks doen dan. Persoonlijk zou ik het echt helemaal anders doen. Ik zou, kijk, er komen 200 mensen, die verzamelen zich allemaal van tevoren. Die komen niet in shifts binnen, die komen gewoon in 1 of 2 ritsen. Ja. Binnen 5 minuten zijn ze binnen. 5:45 is iedereen binnen, hebben ze de kans gehad of kunnen ze nog een muntje kopen. Begin je om 5:20 begin je met de rondleiding, zorg je dat die in 20 minuutjes klaar is. 25 minuutjes. Mensen die niet met de rondleiding meegaan, verzoek je om 6:50 om naar de film te gaan. En je zorgt met degene, spreek je af, die de rondleiding organiseert, dat die eindigt bij het grasveld. Wat? Ja, schrijf hem op. Ik zeg 5:15. Begin je te roepen dat de rondleiding begint. En dan begint die 5 minuutjes later. Elke keer geld vragen voor de rondleiding. Elke keer weer. Kijk, heb je een feestavond, dan is het iets heel anders. Dan doe je het misschien. De rondleiding kost altijd. Het is een apart aanbod, maar inderdaad omdat het specifiek betrekking heeft op die scènes. Dan op het terrein. Nee, maar die is hier, hè. Die is pas later. Dus ik vind, dit hoort bij de prijs in te zitten. Ja. Maar een extra rondleiding vragen we altijd geld voor.
En dat vind ik ook niet, is ook niet meer dan... Kijk, je moet je niet vergissen in mensen 25 minuten weg, hè. Die zouden normaal ergens anders op het terrein ook misschien wel een muntje aan een sinaasje uitgeven. En nu op dit moment, we vragen altijd geld voor een rondleiding. Dus nu ook. Ja. En er is nog nooit over geklaagd, hè. Gewoon die making of, de uitleg van de scènes en waar het plaats heeft gevonden, dat hoort gewoon bij de prijs. Dat zou niet redelijk zijn als je daar geld voor gaat vragen. Maar rondleiding wel, natuurlijk. Ja. Nu. Ja, oké. Okay, en is het dan nu wel duidelijk? Dus eigenlijk alleen ging het om de rondleiding? Nou, je kan het mensen niet ontnemen. Nee, maar... En dus het was mij, alleen onduidelijk over de rondleiding, vraag ik. Voor mij was er nog heel veel onduidelijkheid over... worden de scènes daadwerkelijk nagespeeld of niet? Krijgen maar dat heb ik al meerdere terrein. Malen gezegd. Als je luistert, dan hoor je dat ook. Die spelen we niet na. Maar snap je dat ik jou making probeer af... te helpen of niet? Ja, maar ik zeg het heel vaak. En als je niet luistert, dan hoor je het ook niet. Oké. Okay. Het spijt me, Michel. Ik heb het weer opgefokt. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb het wel vaak benoemd. Er worden echt alleen vragen gesteld om meer duidelijkheid te creëren. Zeg maar, ja, maar nu zeg ik alleen van de rondleiding was dus alleen niet duidelijk. Nee, zeg maar, dat is een onderdeel wat niet duidelijk is. Maar de thuisscène in de silo, wat niet in één keer kan gebeuren. Dus waardoor je een soort van dubbele of driedubbele shift krijgt. Met die 200 man in diezelfde silo. Met de uitleg, ondanks dat dan de scènes niet worden nagespeeld. En of er wel of geen merchandise is. En hoe het verloopt met die popcorn. Zeg maar, er zijn ja, ik best had wat... niet in gedachten om de merchandise erbij te zetten. Maar als jullie dat wel willen, ja, dan ga ik daar toch mee akkoord. Maar dan is het toch gewoon oké. Okay. Dan is er toch niet heel veel onduidelijkheid. Dan kan je toch gewoon zeggen van ja, is goed. Jullie willen allemaal de merchandise. Oké, dan doen we de merchandise. Maar er is best wel veel onduidelijkheid. Je weet bijvoorbeeld ook niet hoe lang dat making-of filmpje duurt. Zeg maar, je gaat vanuit dat het een soort van totaalpakket is. En waarin de kijker wordt meegenomen in de voorbereiding van de film. Maar je hebt het zelf niet gezien. Je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet wat erin staat. Zeg maar, een making-of hoeft niet lang te duren. Het kan ook een aansluiting van bloopers zijn. Maar is voor mij toch ook een verrassing. Ik weet toch ook niet hoe lang dat gaat duren. Ja, ik zie hem toch ook voor het eerst. Als je zelf een planning gaat maken en het wel vervangt voor een ander onderdeel wat je eigenlijk op de planning had staan. Dan moet je eigenlijk wel weten wat daar in grote lijnen gebeurt of hoe lang het duurt. Zeg maar, het is best onduidelijk. En ik vind alle vragen die gesteld worden niet onterecht. Of alleen maar om jou even moeilijk te kakken te zetten. Zeker niet. Zeg maar, we zijn allemaal gewoon gezamenlijk aan het meedenken voor dit evenement wat... toch best wel uit de kluit is gelopen en nu opeens 200 man gaat trekken. En 200 man kan je niet in één keer in een rondje langs het terrein trekken. Ja, maar dat hebben we toen met het feest van de afgelopen keer... zijn er toch ook heel veel mensen meegelopen en inderdaad een paar zijn blijven staan... maar dan hebben we toch ook best wel veel toen waren er 130 kaarten verkocht en dan blijven er misschien 30 achter. Dus 100 man heb je dan een rondleiding. Als je ook aan Gerrit vraagt hoe gaat die rondleiding normaal gesproken... 200 man is echt te veel. Dat ga je niet in één keer kunnen trekken, ook gewoon puur op basis van je stemgeluid. Je moet echt gaan schreeuwen met de megafoon en hopen dat iedereen in een goede cirkel om elkaar heen is verzameld. Kan je dat het toch ook met zit? De box doen van Frenny? Nou, dat heeft Gerrit dus ook met de markt gedaan. Toen zei hij ook, het is best wel lastig om die hele club, als hij al daar staat, soms zelfs daar, dan is het niet te horen. Dus dat zijn dingen om nog wel gewoon over na te denken. En daarom worden die vragen gesteld en niet om... je naar beneden te halen of wat dan ook. Althans niet vanuit mij, ik weet niet. Ik kan niet vanuit iedereen praten. Ik weet niet, iedereen wil natuurlijk een succes van maken. Maar hij ziet er nu toch hartstikke goed uit. Kwart over zes een rondleiding. Mensen, en daar betalen ze waarschijnlijk dus nu een muntje voor. Ja, dan moet je zelf denken. Kijk, 7,50 is niet het duurste kaartje dat er is. Maar ja, wat ik net al met Jens zei. In principe het hele terrein is gebruikt voor die film. Dus er kunnen ook mensen zijn die verwachten van... oh, oké, dus we krijgen een rondleiding rond het hele terrein. Dat zit al bij in. Want daar is het gefilmd, daar is het gefilmd, daar is het gefilmd. En dan ga ik de film zien. Maar je hebt toch een making-of en dan... dat is toch ook op beeld, neem ik aan. Dus dan in principe zie je het terrein toch niet. Althans, daar ga je dan toch niet vanuit. Nou ja, wel vanuit van oké, daar is gefilmd, daar is gefilmd. Dus bij een rondleiding die ik dan blijkbaar ontvang, want ik ga kijken waar het terrein is of waar het gefilmd is. Ja, maar... is misschien wel bij inbegrepen. Maar dat is de afweging die je moet leggen, want 7,50 is niet heel duur. Maar. In de beschrijving staat niks over een rondleiding of wat dan ook. Het staat alleen maar over een filmavond en een afterparty. Het moment dat je met de rondleiding een muntje voor betaalt en door het hele terrein bent gelopen en daarna zie je de making of, denk je, oh ja, dat is de bar die daar zit. En oh ja, dit is dat daar zit. Ah, de silo. Dus dan kunnen misschien mensen denken, ja, maar dan kan de rondleiding toch het beste gewoon hier verplaatst worden. Want dan laat je ook de scène zien. Op plaats. Ja. Nou, ik zou dan inderdaad misschien kwart over zes doen. Maar dan is het juist leuk als je het terrein ziet. En wat ik dan bijvoorbeeld ook heb, bijvoorbeeld als je dan zo'n film ziet, oh ja, dat is daar, dat is daar. In plaats van dat het achteraf is van, ah ja, het was dus daar. Ja, dan zou ik hem ook daar. Dan kan je beter de linkjes leggen van waar wat nou precies is. Heel leuk om te zien bij film. Ik voel hem echt zo'n vliegen. Ja. Op de film, hoe heet die man van de cappuccino nou? George Clooney. Dat hij in Amsterdam loopt. Oh ja, dat is daar. Dat zijn dat soort dingen.
Ik zou hem lekker zo laten staan. Ja. Dus ik bedoel ook niet onduidelijkheid in de tekst, maar dit. Deze flipover heeft best wel weer een paar dagen gestaan. En we hebben wel het idee toen geopperd en toen hebben we gezegd van ja, gaan we doen. En je weet niet, zeg maar, welke mensen keuzes maken op basis van wat ze zien op hun stream. Dus wij hebben dan bijvoorbeeld het idee gewekt dat er wel scènes worden gespeeld. Dus dat ze naar een soort van verkapte film / toneelavond komen. En ondanks dat het niet in de beschrijving staat of dat we het niet actief hebben gepromoot, is dat wel het verhaal wat we hier hebben verspreid over het trein. Maar ik heb met Hisk al gezeten en we hebben hier al over gesproken. En we hebben toen al gezegd van het wordt niet nagespeeld. Dus ik denk dat de mensen thuis het nu dan ook wel weten. Ja, niet allemaal. En dan moet je dus iets tegenbieden. Wel, maar, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar het is natuurlijk wel zo, wij worden gefilmd in het dagelijks leven. Als jij een kaartje koopt en je zet het niet in je omschrijving neer. En je promoot het er verder ook verder niet mee. Je moet je ook voor kunnen stellen dat je met de ontwikkeling van een evenement bezig bent. Dat was ook met de Trouble in Paradise zijn ook dingen aangepast en dat soort dingen. Dus, en het is natuurlijk nu, wordt dit ook weer gezien. Dus ja, ik vind in principe, zolang het niet in je omschrijving staat en je verkoopt er niet mee, dan is er niet zo heel erg veel aan de hand. Ja, ja. Ik denk alleen dat de making-of, dat echt maar 5 minuten duurt, zo'n filmpje. Misschien ja, dat nog minder zeker. Ja, dat is meestal heel erg kort. Dus wat ga je dan de overige 40 minuten doen? Ja, dan is de bedoeling dat we de scènes dus laten zien. Dus opnieuw krijg je dan een rondleiding waar de scènes zichzelf hebben afgespeeld. Dus dat is om 19:20 uur. Ja. Dan zou ik dat er ook nog bij zetten. Ja, dan is die eerste rondleiding. En misschien kan je deze timetable dan ook onderaan bij het evenement toevoegen. Dat mensen dit kunnen inzien. Maar wacht heel eventjes hoor. Want nu voor mijn duidelijkheid. Dus dan heb je om 17:45 kun je een rondleiding voor een muntje doen. En later ga je... Dat is dus... een rondje voor het hele terrein. Ja. En dan na de making-of video. Ja. Dan zijn jullie van plan om... Maar in deze tijd moet er ook nog hapjes en drankjes gehaald worden. Hè? Want hier is het dan de verwelkomstwoord. En dan om 19:00 start de film. Dus de rondleiding gaat zeker lang duren met 200 man. Nou, maar daar betaal je een muntje voor. En ervan uit ja, maar dat niet... red je wel in een 30 minuten. Volgens mij doet Gerde meestal een 30 minuten over. Dus ik denk dat je dat wel... Ja, dat je zeg maar, de keuze maakt. De eerste rondleiding is gewoon echt een rondleiding over het hele terrein. Ja. Nou, dit is de caravan, zal eerst zo onderkomen. Ja. Ja. Dat is zeg maar de utopia rondleiding. Dat je bij die making-of met manieren rondloopt naar de scènes toe. Dus dan ga je niet naar die huisjes toe van, joh, nou, want je hebt er niks gefilmd. Nee, precies. Je bent er niet geweest. Nee. Dus daar kom je niet. Dus dat je voor deze rondleiding wel een muntje vraagt. Maar voor deze, voor die niet. Baseert ze op de film, die niet. Dan ga je eventjes daar langs, dan ga je dus hier langs. Dan kom je even langs de silo. En dan kom je dus niet bij de huisjes. Ja, maar dat is de utopia rondleiding. De andere is de film making-of rondleiding. Ja, oké. Okay. Dus dan zou ik het wel schrijven rondleiding tussen aanhaakstekens utopia en rondleiding filmscènes. Ja. Ja, rondleiding utopia-terrein in München. Ja. Rondleiding filmscènes. Ja, ik zou dat dan geen rondleiding filmscènes noemen. Ik zou het ook een totaal andere naam geven. Want anders is het heel verwarrend. Kijk je achter tour de schermen. Door, in plaats van rondleiding gewoon tour gebruiken. De Lorenzo Tour zou ik het dan noemen. Ja. En dan tussen haakjes langs alle locaties waar gefilmd is. Ja. En dan kun je dat bij de eerste kun je een muntje vragen. En bij die tweede is gewoon voor iedereen. Ik ga even een tosti maken. Nou, weer verder? Ja. Oké. Okay. En ik zal dit nog eventjes ophangen in de silo, dan kan iedereen nog kijken. Ja, en misschien zelfs bij de tickets of zo erbij zetten. Waarom liep je net eigenlijk? Oh, ik dacht, ga even roken. Iedereen zit zo door elkaar in te testen. Zij zeiden de Lorenzo Tour. Nee, jij zei terug als rustiger is. Kijk je achter de schermen, zei ik. Oh ja, achter de schermen. Ja. Lorenzo. Ja, dat is leuk. Aufgelöst. Nice. It's the weekend. Shenanigans. Weekend. Oh, shenanigans. Dit wordt dan 1 muntje. Ja. Alleen de vraag is dan, wie gaat dat nu dan doen?
Want Gerrit gaat niet Jessie. Doen. Mariska en Jessie staan nu achter de munten. Oké. Okay. Ik wil even tegen Jessie zeggen. Maar... ja. En als we dan een rondleiding achter de schermen doen, dan nemen de mensen hier komen ze al te staan. Dan kunnen ze dat bankje zien. Dan kunnen ze daar dus vertellen dat het parkscène is opgenomen. Dan lopen we...